Dit is Willy Sietsma van Kies voor Jezelf bij Narcisme met de vierde video van de reeks om te herstellen van narcistisch misbruik. In deze video wil ik het met je hebben over je zelfbeeld opbouwen. In mijn opinie zijn wij allemaal een ronde cirkel of een bol opgebouwd uit allemaal onderdelen. En het is zo belangrijk om dat zelfbeeld te kennen. Want dat zelfbeeld wat dus door de narcist helemaal is uitgehold, hè, alsof al die onderdelen eruit zijn gehaald, of in ieder geval anders neer zijn gezet. De dingen waar je in geloofde zijn misschien weg. De hobby's die je had zijn weg. Er kan zoveel gebeuren waardoor je eigenlijk niet meer weet wat jij nou eigenlijk leuk of lekker vindt. Of noem maar op. Dus dat zelfbeeld is uitgehold. En je hebt het weer op te bouwen. Een aantal onderdelen daarvan benoem ik ook in deze video's. We hebben dus de gevoelens al gehad. Wat zit er nog meer in zo'n zelfbeeld? Daar zitten je waarden in. Dat wat jij belangrijk vindt in het leven. Bijvoorbeeld de waarden zoals liefde, respect. Gelijkwaardigheid, eerlijkheid. Het zijn allemaal waardes die bij mij passen. En die duidelijk tegengesteld zijn aan wat een narcist vindt. Wat is nog meer belangrijk? Je kwaliteiten. Wat kun jij goed? Maar ook, waar heb je moeite mee? En wat mag je nog opbouwen? Wat zijn je gedachten? Gedachten komen vol automatisch. Maar gedachten kunnen je verder helpen. En gedachten kunnen je onderuit halen. Want wat jij denkt, zorgt ervoor hoe jij voelt. Zorgt ervoor wat je doet. En zorgt voor het uiteindelijke resultaat. En als je dat anders wil, dan zul je dus je gedachten moeten onderzoeken. Andere onderdelen van het zelfbeeld zijn bijvoorbeeld je successen. Wat heb je eigenlijk al bereikt? Wat zijn je dromen? Ben je al je dromen kwijtgeraakt door je scheiding? Of zijn er nog dromen deels waar gekomen? Of kun je dingen nog oppakken? Of ga je andere dromen opbouwen? Wat zijn je verlangens? Wat is het wat jij wil in je leven? Dat zijn dus allemaal onderdelen van het zelfbeeld om uit te zoeken. Ik heb ze nu even snel genoemd. Deze onderdelen maken altijd deel uit van mijn begeleidingstrajecten. Ik heb allerlei oefeningen om dat allemaal weer te ontdekken en om ermee aan de slag te gaan. Want hoe beter jij jezelf kent, hoe minder manipuleerbaar je bent. Hoe beter je je grenzen kent en je ze ook kunt stellen. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe ga je met een narcist om en hoe stel ik grenzen in het normale leven, het assertieve gedrag. Want dat werkt toch anders? Want bij een narcist moet je juist geen emoties tonen. In het andere geval mag je je kwetsbaar opstellen. Maar moet je dat dan altijd of niet? Het zijn allemaal leuke dingen om mee aan de slag te gaan. En dat is ook heerlijk om samen op te bouwen. Dus gaat de focus ook van de narcist af, zoals in deze videoreeks eigenlijk dat ook zo is. En blijft de focus bij jou liggen. En dat is ook waar die hoort, want het is jouw leven. Het is nu even tijd, vooral in het herstel van zo'n traject, om gezond egoïstisch te zijn. Dat was het weer voor deze video en ik zie je graag in de volgende. Tot kijk!